Ik ben op weg naar het nieuwe Kennisinstituut voor Vrouwengeschiedenis en Emancipatie, Atria. Ik heb een afspraak met de nieuwe directeur, René Romkens. Ze was de eerste hoogleraar interpersoonlijk geweld van Nederland en heeft jarenlang nationaal en internationaal onderzoek gedaan naar geweld tegen vrouwen, waaronder 6 jaar in New York. Nu runt ze dus het gloednieuwe Kennisinstituut in Amsterdam en ik ben ontzettend benieuwd of emancipatie anno nu nog leeft. Zijn wij nog niet genoeg geëmancipeerd? Het grappige is, als je die vraag stelt, het is een vraag die heel vaak in Nederland men zichzelf stelt, maar niet alleen in Nederland. Dat Nederlanders van zichzelf een beeld hebben dat ze heel geëmancipeerd zijn. En voor een deel wordt dat ook, denk ik, wel gespiegeld. Want ik heb een aantal jaren in het buitenland gewoond, met name in Amerika. En daar denkt men inderdaad dat Nederland het meest geëmancipeerde land van Nederland is. En als ik dan vertelde dat in Nederland bijvoorbeeld minder dan de helft van de vrouwen in staat is om zichzelf financieel te redden, dan kijken mensen je echt aan, maar hoe kan dat nou? Nederland is in Europa deeltijdkampioen. Dat betekent dat relatief, vergeleken met andere landen om ons heen, relatief weinig vrouwen buitenshuis betaald werk hebben, zodra ze in een relatie zitten of kinderen krijgen. In Nederland is dat nou ongeveer 68%. Het is iets gestegen. Maar binnen die 68% heeft de meerderheid een deeltijdbaan. En een heel groot deel van 12 uur en minder. Dus geen enkele mogelijkheid om bij een scheiding zich financieel zelfstandig te kunnen redden. Dat roept automatisch de vraag op, hoe kan dat nou? Want we zijn wel hoog opgeleid. We zijn wel slim, modern, vrijzinnig en hoe verhoudt zich dat dan tot elkaar? Dit is een typisch Nederlandse erfenis. Nederland is in Europa na de Tweede Wereldoorlog zitten wij met een erfenis van een ideologie die voor een deel ook religieus ondersteund wordt, waarin dat kostwinnersmodel is ontwikkeld. Het idee dus dat een gezin gedijt bij één iemand aan het hoofd van het gezin, en dat is in dit geval de man, en dat de vrouw voor de kinderen zorgt. Dat is een heel typisch Nederlands product, waar weinig mensen ook weet van hebben. Dat is ook zo'n punt, bijvoorbeeld, dat vertaalde zich in Nederland, dat tot 1957 waren vrouwen handelingsonbekwaam. Mm-hmm. Dus konden niet zelfstandig een contract sluiten. Dat zie je in weinig landen om ons heen. Dat is zo'n voorbeeld waaruit, wat ook onderstreept hoe belangrijk het is de geschiedenis te kennen. Want Nederlanders denken, en zoals heel veel mensen, zeker in de 21ste eeuw, we leven in een tijd waarin wij graag vooruit willen kijken. We willen naar de toekomst, want dingen gaan zo snel en je wilt het bijhouden en liefst ook nog vooruit. Kijk, als je naar geweld tegen vrouwen als een ander voorbeeld kijkt, wat helaas bewijst dat we met die emancipatie of die gelijkberechtiging nog helemaal niet zijn waar we willen zijn. Je ziet dat die cijfers wereldwijd zo hoog zijn. In Nederland en in de meeste West-Europese landen is het 1 op de 4. Kijk je naar landen als India bijvoorbeeld of Zuid-Afrika, dat is minstens 1 op de 3. En dan hebben we het over geweld van de partner. Dan hebben we het nog niet over verkrachting en seksueel geweld, wat ook enorme proporties heeft. In Nederland, meisjes onder de 24, 18% geeft toe dat ze gedwongen zijn tot seks door een jongen. En ik zeg met nadruk geeft toe, want dat betekent dat er ook nog een deel is die het niet zo benoemt als gedwongen zijn. Dus die cijfers, die zijn, als je dat dus ook wereldwijd bekijkt, illustreren dat we hier met een probleem hebben over hoe vrouwen gezien worden in heel veel culturen die niets te maken hebben met arbeidsverdeling binnen huis. Dus die causaliteit, die ligt complexer. Dat gaat echt over. Je gaf net al aan, vrouwen vinden het moeilijk om dat toe te geven, alsof zij iets moeten opbiechten in zo'n geval. En mannen dus ook, hè? Mannen vinden het ook moeilijk. Ik denk dat er heel weinig mannen zijn, want we hebben het over geweld wat in meerderheid door mannen wordt gepleegd. Ik denk dat er weinig mannen zijn die trots zullen zijn dat ze hun vrouw slaan of dat ze een vrouw slaan of dat ze een vrouw verkrachten. Maar wat je wel ziet is, wij
de normen daaromheen. Kijk, het feit die enerzijds zie je dat als je mensen vraagt dat geweld tegen vrouwen inderdaad nog door een substantieel aantal mannen en vrouwen acceptabel gevonden wordt. Dat ze daar geen been in zien. Dat is aan het verschuiven overigens. In Europa wordt er nu, is er dus met een tussenperiode van 10 jaar onderzoek gedaan naar de attitudes ten aanzien van wat wij in Nederland huiselijk geweld noemen. Ja. En dan zie je dat de tolerantie, dus het aantal mensen die zegt, nou dat is onder omstandigheden acceptabel, neemt af. Maar wat je ziet is dat nog steeds meer mannen dat acceptabel vinden dan vrouwen. Dus wat dat bewijst of laat zien, is dat er op vrouwen neergekeken wordt. Dat mag je dus doen met een vrouw. En dat is zo'n diepgewortelde culturele traditie, dat je ziet dat je in een soort circulaire causaliteit komt van de ongelijkheid in waardering en perceptie en beeldvorming. Die voedt, die is de oorzaak van het geweld en die zorgt dat het door blijft gaan. Ik kan me voorstellen dat als je daar zoveel jaar mee bezig bent, dat je misschien ook momenten hebt waarop je denkt, ja, het is dus blijkbaar nou eenmaal zo. Veel kunnen we daar niet aan doen. Het is altijd zo geweest, het zal altijd zo blijven. Dat heb ik zelf nooit gedacht. Wat ik nog steeds tot op de dag van vandaag inspirerend vind, is dat we zien dat er wereldwijd steeds meer vrouwen en ook een groeiend aantal mannen zegt, dit pikken we niet langer. Er is een heel mooi voorbeeld van een website die is een 1,5 jaar geleden gestart. Van een vrouw die zegt, de vrouwen die verkracht zijn, hun wordt vaak letterlijk de mond gesnoerd. Maar onderzoek laat zien dat van alle verkrachtingen, en dan heb ik het, bijvoorbeeld de situatie in Engeland die vergelijkbaar is nog met Nederland in grote lijnen, dat van alle verkrachtingen nog geen 10% wordt aangifte van gedaan. En van die groep die dus aangifte doet, komt nog geen 5% tot een veroordeling. Ja. Dus als je het op het totale aantal verkrachtingen ziet, is het nou bijna niet eens een topje van een ijsberg waar vrouwen de gerechtigheid krijgen die de wet zegt die er bestaat. Dus je moet andere vormen zoeken om gerechtigheid te krijgen. Nou, wat deze vrouw, die heeft een website geopend en die zegt, elke vrouw die verkracht is, kan haar foto insturen met een tekst waarop zij kan schrijven, een bord voor zich. Schrijf zelf op dat bord, wat heeft de verkrachter of de verkrachters, want vaak zijn het groepsverkrachting, wat hebben ze tegen jou gezegd en wat had jij willen zeggen? En ik vind dat een heel mooi voorbeeld over hoe de nieuwe media gebruikt worden, in dit geval letterlijk, om nou eens vrouwen het laatste woord te geven. En een stem te geven. En als je die foto's ook bekijkt, de gezichtsuitdrukkingen van de vrouwen als ze de tekst voor zich houden van wat heeft die verkrachter tegen hun gezegd, bijvoorbeeld, ik zal je al bewijzen dat je hetero bent, noem maar wat. Of wat heb je er een troep van gemaakt, wat een vader tegen een dochter zei toen die haar op zijn 7e verkrachtte. O, jeetje. Dat meisje heeft dat op dat bord gezet, maar heeft daarna een foto van zichzelf geplaatst waarop ze zegt, en nu ben ik degene die de troep opruimt in mijn leven. Het is afgelopen. En dan zie je iemand die gewoon straalt. Dus om het terug te komen op jouw vraag, er zijn manieren om energie te geven en ook uit te dragen dat het ook anders kan. En dat zijn een heleboel kleine stappen en dat zal heel lang duren. Wat is de kracht die van de boodschap en de kracht die bijvoorbeeld van zo'n website uit kan gaan? Dat je gehoord en gezien wordt door anderen die jou geloven, die jou bevestigen in wat er gebeurd is. Want niemand gaat voor zijn plezier met zijn hoofd of met haar hoofd op het internet om te zeggen ik ben verkracht. Ja. Dat doet niemand. De dader is ook verder niet, die komt natuurlijk uiteraard niet in beeld. En ik denk dat zo'n site doet wat wij ook met dit instituut willen doen. Door vrouwen een stem te geven, maar ook om de geschiedenis van vrouwen te documenteren en uit te dragen. Want
Wat ontzettend belangrijk is, zeker in een tijd waarin er vaak gedacht wordt, ja, die emancipatie, we zijn er al een heel eind gevorderd. En inderdaad, we zijn een heel eind gekomen. Er is juridisch gezien gelijkberechtiging. Het is fantastisch om te zien dat meisjes doorstromen in dat onderwijs en zeker in dat hoger onderwijs en die universiteit. En daarnaast, en tegelijkertijd zeg ik dan, is er nog heel veel te doen. Want komen die meisjes van de universiteit af, stromen ze door naar de topposities. Helaas nog steeds niet. Hè? Als hoogleraar, ik was een van de weinigen. Ja. In Nederland, we bungelen onderaan met onze 13%. Je moet een nieuwe boodschap en verrassende vormen ook vinden om te zeggen, emancipatie is hartstikke hip, helemaal hot, want er is nog ontzettend veel te doen. 21% van de vrouwen verdient nog steeds minder, nee, van alle vrouwen verdienen we 21% minder dan mannen. Voor hetzelfde werk, dezelfde ervaring, dezelfde opleiding. Als je dat cijfer vertelt, bijna iedereen zegt, nou dat kan toch niet. We hebben maar toch gelijk bereikt. Waarom is het zo? Dat antwoord is heel simpel, omdat de perceptie van vrouwelijke kwaliteit vaak lager is. Hetzelfde wat vrouwen doen, wordt door degene die erover beslissen, en dat is helaas nog steeds wel in de meerderheid mannen, wordt lager gewaardeerd. Ja. Ik kan je één voorbeeld geven, een onschuldig voorbeeld in mijn geval. Ik kwam als hoogleraar binnen bij de Universiteit van Tilburg en een van mijn collega's, hele aardige man, die zegt tegen mij, ik vind het zo leuk dat je er bent, nu wordt het gezellig. Vind ik helemaal prima, want ik bedoel, ik vind het prettig om inderdaad, als ik ergens ben, het mag gezellig, gezellig zijn. Met mensen te converseren en ook me anderszins sociaal te gedragen. Maar dat zou niet tegen een mannelijke collega gezegd zijn. Dus de associatie van de kwaliteit die je binnenbrengt zit in dat sociale domein in eerste instantie. Niet in het professionele domein. En dat is door tal van onderzoeken bevestigd. Dus ja, daar zit het hem in. Ik kijk naar een vrouw die enorm gedreven en gepassioneerd hierover praat. Wat houdt die passie alive? Ja, dat is een vraag die is. Ik ken mezelf niet anders dan zo, denk ik. Ik ben iemand die. Ik ga graag voor dingen die waar ik in geloof. En waar dat geloof vandaan komt, waarom ik dit zo inspirerend vind. Ik denk dat het voor een deel met mijn moeder te maken heeft. Dat mijn moeder ons heeft opgevoed met een boodschap van. Zorg dat je op je eigen benen kunt staan. En ik denk daarnaast ook dat je om de passie en de positieve energie ook te kunnen houden, dat je ook je tegenslagen, die ik ook gehad heb, ook in mijn loopbaan, dat je daarover nadenkt. Dat je kijkt van hoe kom ik de dingen die zich voordoen, want dat is het leven zelf, dat heeft niet specifiek voor vrouwen of mannen, hoe kom je die te boven? Wat betekent dat? Wat kun je eruit leren? Ik vind het eigenlijk wel heel erg mooi om daarmee af te sluiten. Die vraag houden we open, want die is voor ieder voor zich om te beantwoorden. Mm-hmm. Dankjewel voor dit gesprek. Graag gedaan. Ik verheug me op 6 december. Ik ook.